De verkiezing op 25 mei 2025 is gegarandeerd. Dit zei de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, Deo Sharman, vandaag tijdens de overhandiging van de petitie in het kader van de noodzakelijke wijziging van de kiesregeling. We voeren u terug naar het moment in de conferentiekamer bij de Nationale Assemblée. Laat me in ieder geval allereerst één illusie weghalen. En dat is het feit dat delen van de samenleving denken dat er allerlei drainagesystemen worden gehanteerd omdat we geen verkiezingen willen houden. De verkiezingen zijn gegarandeerd op 25 mei 2025, laat er daarover geen illusie bestaan. Welk stelsel het zal worden, dat zal natuurlijk één moeten zijn die verdraagt met de uitspraak van het constitutioneel hof, maar die ook zal moeten verdragen met wat leeft in de samenleving. Tot nog toe met de consultaties die we hebben gehouden, blijken er een paar modellen te zijn. En ik wil dat heel gaande met u delen. Eén is natuurlijk een landelijke evenredigheid, zoals u dat heeft verwoord, van één persoon, één stem, één value. Een andere is natuurlijk dat je, om alle districten bij te betrekken, elk district één zeteltje geeft en de rest gaat naar een landelijke evenredigheid. En een derde model dat ook in enige mate leeft, en dat is het huidig model behouden met een herverdeling van zetels. Dat zijn zeg maar de drie die een beetje zijn uitgedestilleerd naar, er zijn ook andere geweest hoor, maar dit is wat een beetje toch wel wat sympathie heeft van de verschillende modellen. Eén van de drie zal het moeten worden en nogmaals, wij willen natuurlijk het beste. Als volksvertegenwoordiging kunnen we niks anders doen dan dat wat het beste is. Natuurlijk dat wat leeft in de samenleving, maar dat ook wat uiteindelijk gedragen wordt door de 51 leden van de Nationale Assemblée. Om te blijven bij de woorden van de president van de Republiek, die zegt, hij wil liefst een stelsel hebben dat gedragen wordt door alle 51 leden. Dat zou natuurlijk mooi zijn en dat zou natuurlijk heel makkelijk tijdens de behandeling moeten verlopen dat we binnen korte tijd die wet zouden kunnen aannemen. Ik hoop natuurlijk dat datgene wat leeft binnen de samenleving, en ik steek de voorwoordens ook uit in de samenleving, ik ben onder de samenleving, dan merk ik inderdaad, zoals mevrouw Del Castillo het heeft verwoord, dat in de samenleving toch luider, steeds meer luider de stem wordt van one person, one vote, one value. Laten we hopen dat inderdaad dat het wordt, maar dat het niet wordt, zijn er nog twee andere modellen die toch werkbaar zullen gaan worden.